Een beetje aarzelend ging het. Maar voor het eerst in 4 maanden mochten de kippen van de familie Blok in Sint-Arendskerke weer naar buiten. De ophokplicht is voorbij. De dames wagen het erop, maar wel erg op het gemakje. Ja, dat is weer een fijn gevoel dat ze weer naar buiten kunnen. De 18.000 kippen moesten vanaf december binnenblijven vanwege besmettingsgevaar van de vogelgriep. En dat was te merken. Dan staan ze toch altijd even voor de uitloopschuiven en de gordijn te wachten totdat ze weer naar buiten kunnen. Dus dan moet je weer zorgen voor een goede afleiding. Maar na verloop van tijd dan went dat ook wel weer. Nu lopen ze nog voorzichtig, maar dat is over een tijdje wel anders. Dan zouden ze massaal, schat ik, naar achter rennen. Dus ze moeten gewoon weer wennen naar die 4 maanden ophokplicht.